U gaat uw bomen kappen. We hebben in elk geval plannen gemaakt om groen te vervangen in buurten, zodat het voor bewoners ook weer prettiger wordt om daartussen te leven. U gaat op 87 plaatsen het groen aanpassen. Wat gaat er precies gebeuren? Op elke plaats is dat weer iets anders. Het kan zijn dat oude grasperkjes vervangen moeten worden, dat daar ander groen voor in de plaats komt. Op heel veel plekken zullen er ook bomen vervangen worden door ander groen, zodat de straat er na die vervanging weer heel mooi uitziet. U gaat nu in dialoog over 87 locaties waar het groen aangepast gaat worden. En de reden is eigenlijk dat het vorige keer niet zo goed gegaan is, die communicatie daarom. Ja, en hier moeten we ook de verwachtingen weer even goed stellen. Want dialoog betekent niet dat we eindeloos overal over discussiëren. Mensen kunnen reageren. Daar is een bepaalde termijn voor tot 27 oktober. En die informatie nemen wij mee in de uiteindelijke beslissing wat er precies gaat gebeuren. Nu wordt de lijst met 87 projecten vandaag op internet gepubliceerd. Staan alle locaties erop waar het groen aangepast gaat worden? Dit zijn dus de locaties, de kleinere op straatniveau locaties, maar we hebben ook nog grotere projecten. Maar dat zijn nadrukkelijk aparte, grotere projecten waar we eigen communicatietrajecten voor volgen. Zo worden er na overleg met bewoners en bedrijven bomen aan de Europabaan gekapt. En zullen, zoals eerder bekend werd gemaakt, bomen rondom het exercitieveld verdwijnen. In de begroting die afgelopen week werd gepresenteerd, was te lezen dat het onderhoudsniveau van bomen daalt, van B naar C. Meer ruimte dus voor onkruid en minder ruimte voor mooie plantjes en boompjes. Woerden lijkt dus soberder te worden. Hoewel, volgens de wethouder ligt het anders. Er is sprake van vervanging en niet van onderhoud. Dus de kwaliteit, die blijft. Het gaat bij het niveau vooral om het onderhoud van het groen. Dus op het moment dat wij nieuw groen ergens aanleggen. Wat u nu gaat doen? Wat wij nu gaan doen. We gaan heel veel vervangen wat echt verouderd is, wat aan een opknapbeurt toe is. Als het er dan ingezet wordt, is het weer helemaal als nieuw en dat is kwaliteit A. Maar op het moment dat het onderhoud ingaat, dan hebben we inderdaad voor het kwaliteitsniveau C gekozen. En dat betekent dat we minder komen snoeien, dat er wat meer onkruid staat en dergelijke. Maar vervangen is dus niet onderhouden? Vervangen is inderdaad iets anders dan onderhouden. Ja, het klinkt wat ingewikkeld, maar het zijn andere budgetten. Maar goed, ik kan voor een boom een stukje gras terugleggen. Dan ga ik ook in verzobering termen spreken. Dat zou een keus kunnen zijn, maar dat is dus iets wat we nadrukkelijk met de omwonende wijkplatforms willen bespreken. Op momenten dat er in een straat een parkeerprobleem is, kan het best eens zo zijn dat in gesprek met bewoners eruit komt dat je wat groen vervangt door parkeerplaatsen. Moeten de bomenliefhebbers en knuffelaars zich zorgen maken? Nee, ze moeten zich vooral interesseren in de redenen waarom wij dingen doen en met ons meedenken. Want als het beter kan, op aangeven van bewoners, uitstekend. We staan ervoor open. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.